Goed, in dit filmpje gaan jullie samen met mij de cursus aanvullen. Neem hoofdstuk 4 erbij van getallenleer. Vermenigvuldigen en delen in zit. Als je de cursus hebt, dan mag je dadelijk naar de volgende pagina gaan. Dus het eerste stukje is het vermenigvuldigen van gehele getallen. En dan kom je hier terecht. En dat is normaal gezien op pagina 6. En dan gaan we er aan starten. Het begint met een klein vraagstukje. Thomas wast auto's om de kas van de volleybalclub te spijzen. Per auto krijgt hij 7 euro. Hij wast 6 auto's. Hoeveel zamelt Thomas met deze actie in? Dat is de vraag. Je kan in het geel de gegevens aanduiden. Dus per auto ontvangt hij telkens 7 euro. En hij wast in totaal 6 auto's. Dat is ook belangrijk. De vraag die gesteld wordt is, hoeveel zamelt Thomas met deze actie in? Voilà. Dus welke bewerking moet je nu gaan maken? Als je 7 euro vraagt per auto en in totaal 6 auto's gaat wassen, dan doe je 7 maal 6. En dan kom je normaal gezien aan 42 euro. Als we dat dan nog eens in een antwoordzin gieten, dan kunnen we als volgende noteren. Thomas zamelt 42 euro in met deze actie. Voilà. Dus je hebt de vermenigvuldiging uitgevoerd om dit vraagstukje op te lossen. De benamingen van de vermenigvuldiging. Die heb je al voorheen gezien, die worden hier dus gewoon nog eens herhaald. 2 en min 3. De naam daarvan wordt gevraagd, dus dat gaat over deze 2 en over deze min 3. Dit zijn de factoren van de vermenigvuldiging. De min 6, die vind je achteraan, is eigenlijk de uitkomst. Dus hier deze min 6. En de min 6, de uitkomst van een vermenigvuldiging, dat noemen we het product. Het bewerkingstekentje, het puntje in dit geval, noemen we een maalteken. Het teken van 6, dus de 6 staat hier in het paars bij mij, dat is dus min 6. Je kan hier als teken noteren min, maar je kan hier even goed zeggen als er een min voor staat, dan is het een negatief getal, dus een negatief teken. En dat tekentje op zich, als het bij een getal staat, dan heeft het de toestand van dat getalletje weer. Het kan een plus zijn, het kan een min zijn. De plus die schrijven we meestal niet, maar we noemen dat teken in elk geval een toestandsteken. Voilà, dat zijn de benamingen. Let op, hier staat nog een afspraak. Dat we vanaf nu, en dat is ervoor ook al, maar het staat hier nog eens vermeld, een puntje noteren in plaats van een x eigenlijk, of een kruisje als maalteken. Goed, dus vergeet niet dat we vanaf nu en daarvoor eigenlijk al een puntje gebruiken. Goed, tweede stukje. Verband tussen optellen en vermenigvuldigen. Dat hebben jullie in het lager al gezien, maar wordt hier ook nog eens herhaald. Een klas bestaat uit 5 jongens. Elke jongen die heeft 4 voetbalstickers. Hoeveel voetbalstickers hebben de jongens in totaal? Het vraagstukje is eigenlijk voor jullie al opgelost. 5 jongens en elke jongen heeft 4 voetbalstickers. Dus 4 voetbalstickers voor de eerste jongen, 4 voor de tweede, 4 voor de derde, 4 voor de vierde en 4 voor de vijfde. Dat zijn in totaal 5 jongens met elk 4 voetbalstickers. Dus de 4 die komt 5 keer voor in totaal. Die keer kan je vervangen door een bewerking en deze bewerking hier is dus maal. Of vermenigvuldiging als we het correcte woord gebruiken. Dus dat wordt dan korter geschreven 5 maal
4. Dus een optelling met telkens dezelfde term kunnen we korter schrijven als een vermenigvuldiging. In dit geval hier komt 4 5 keer voor, dus 5 keer veranderen we naar 5 maal 4. En dan komen we nog altijd aan 20. Dus deze optelling komt 20 uit en deze vermenigvuldiging komt ook 20 uit. Dus dat is hetzelfde. Hier vind je de definitie van wat ik nu verteld heb. Kan je nog eens lezen. En dan gaan we naar het belangrijkste stukje, namelijk de rekenregel om gehele getallen te gaan vermenigvuldigen. Eerste opdracht. Markeer de factoren met hetzelfde toestandsteken in het geel. Dus factoren, daar gaat het over. En het gaat over hetzelfde toestandsteken. Dus factoren, dat zijn de getallen die je gaat vermenigvuldigen. Dat gaat dus hier over de 4 en de 7. Hier over 4 en min 7. En hier over min 3 en min 4. Nu moet je gewoon enkel degene aanduiden waar hetzelfde toestandsteken in voorkomt. Ofwel dus twee positieve getallen die vermenigvuldigd worden, ofwel twee negatieve getallen. We starten bij het eerste. 4 maal 7. 4 is positief. 7 is positief. Dus dat zijn twee dezelfde toestandstekens. Dus die mag je in het geel aanduiden. 4 maal min 7. 4 is positief. Min 7 is negatief, dus dat betekent dat we twee verschillende toestandstekens hebben. Deze hoeven we niet aan te duiden. Dan hebben we min 3 is negatief. Min 4 is ook negatief. Dus dat wil zeggen, twee keer hetzelfde toestandsteken. Ik mag deze ook in het geel aanduiden. Voilà. En dan gaan we naar de volgende opdrachten. 4 maal 7, dat is de kortere schrijfwijze van 7 plus 7 plus 7 plus 7. 4 keer 7, dus de 7 komt 4 keer voor. Dus dat is hetzelfde als deze optelling. Dan komen we aan 28. Het product van dus twee positieve getallen, is dat hier nu positief of negatief? Je kijkt naar het product. Dat is de uitkomst. Ons product hier is 28. En 28 is positief. Dus dat zal voor elke vermenigvuldiging zo zijn. Dat als je twee positieve getallen vermenigvuldigt, je een positief getal uitkomt. Maar dat is hetzelfde zoals in het laar. Dat is wat jullie geleerd hebben daar. Nu komen we bij iets anders. Hier staat 4 maal min 7. Nu gaan we die 4 maal min 7 eigenlijk langer gaan schrijven. Want 4 maal min 7 is een korte schrijfwijze. Als je dat langer moet gaan schrijven, dan moet je dat schrijven als een optelling. Dus wat komt er 4 keer voor? De min 7 komt 4 keer voor. Dus dan schrijf je als volgt die optelling. Min 7 plus, let op haakjes, want we moeten een plus en een min van elkaar gaan scheiden. Plus nogmaals min 7. Nu komen we al aan 3 keer min 7, maar we hebben er 4 keer nodig. Dus nogmaals min 7. Dit kan je nu gaan uitrekenen zoals je gewoon bent bij de optelling en de aftrekking. Min 7 plus min 7. Dat wil zeggen, we kunnen dat eigenlijk korter noteren als min 7 min 7. Dan krijg je min 14 plus min 7, dus gewoon min 7 is min 21. Plus min 7 of gewoon min 7 is dus min 28. Ziezo. Dat is onze oplossing. Dus 4 maal min 7 is gelijk aan min 28. Nu moet je weer gaan aangeven of het product van een positief. Positief hier in dit geval was dat onze 4. De 4 is ons positief getal.
ons negatief getal hier is min 7. Zo. De vraag is nu, hoe zit het met het product van die vermenigvuldiging? Min 28 is ons product. Ons product is dus hier in dit geval negatief. Dus dat wil zeggen dat voor elke vermenigvuldiging waarbij je een positief en een negatief getal hebt, uw uitkomst altijd negatief gaat zijn. Oké, dus een positief en een negatief getal maakt niet uit in welke volgorde, al telkens de uitkomst daarvan negatief zijn. Oké. We gaan eens kijken hoe dat we daar nu telkens aankomen en hoe we elke oefening, positieve getallen vermenigvuldigen, negatieve getallen vermenigvuldigen of een positief en een negatief getal vermenigvuldigen, hoe we aan ons product komen en aan het teken van ons product. 3 maal min 4. Dat wil zeggen, wij hebben hier een positief getal en we hebben een negatief getal. Ja. Van daarnet weet je eigenlijk al dat onze uitkomst negatief gaat zijn. We gaan dat hier nog eens volledig uitschrijven, zodanig dat het duidelijk is. Dus 3 keer min 4, dat staat er. 3 maal min 4, 3 keer min 4. Dus min 4 plus min 4 plus min 4. Dit kan je korter noteren als je dat liever korter noteert. En dan uitrekenen. En dan kom je aan een uitkomst van min 12. Dus het product van 3 maal min 4 is min 12. Is dus negatief. Voilà, product. We gaan naar de volgende. Ik heb een positief getal. En ik heb opnieuw een negatief getal. We gaan alles langer gaan schrijven. 2 keer min 4. Min 4 plus min 4. En dat is min 8. Dus de uitkomst, het product van een positief en een negatief getal is negatief. Als we nu kijken wat er precies gebeurt van min 12 naar min 8, daarvoor staat deze pijl, min 12 naar min 8, dan gaan we eigenlijk zien dat van min 12 naar min 8 we er 4 gaan bijtellen. Ja? Goed, volgende. 1 is een positief getal, min 4 is een negatief getal. We gaan het langer schrijven, maar eigenlijk kunnen we dat hier niet langer schrijven, eigenlijk zal het hier korter zijn. 1 keer min 4, dus min 4 komt 1 keer voor en dan heb je direct ook de uitkomst. Het product van een positief en een negatief getal is een negatief resultaat. Oké. Als je nu weer kijkt van min 8 naar min 4, dan gaan we weer hetzelfde doen, namelijk er 4 bij optellen. Goed, de volgende die kennen jullie vanuit het lager. 0 maal min 4, een getal vermenigvuldigd met 0, levert altijd als product 0 op. Dus hier hebben we 0 als uitkomst. Dus vergeet dat niet als er een 0 staat in uw oefening. Hoeveel getallen er dan ook vermenigvuldigd worden, uw resultaat is altijd 0. Van min 4 naar 0 ga je nogmaals er 4 bij optellen. Goed, volgende. Dan hebben we een negatief getal, namelijk min 1. En min 4 is
ook een negatief getal. Dus nu gaan we twee negatieve getallen vermenigvuldigen. We hadden daarnet al gesproken van twee positieve getallen. Dat levert een positief resultaat. Een positief en een negatief getal levert een negatief resultaat op. Nu gaan we kijken naar een negatief getal vermenigvuldigd met een ander negatief getal. Dus als we nu verder gaan met onze regelmaat, we moeten telkens plus 4 doen. Dus dat wil zeggen dat we hier ook plus 4 moeten doen. Van 0 plus 4 erbij, dus 4 erbij, betekent dat we dus in totaal aan een resultaat van 4 of plus 4 komen. Plus 4 of 4, dat is hetzelfde. Ik heb liever dat je 4 noteert in plaats van plus 4, dat weet je ondertussen al. Maar je krijgt een positief resultaat. Dus twee negatieve getallen vermenigvuldigd levert een positief resultaat op. We gaan dat nu nog eens verder zetten. Als we nu weer er 4 bij optellen, dan moeten we hier als resultaat 8 bekomen. 4 plus 4 is 8 nog altijd. Min 2 is negatief. Min 4 is negatief. Twee negatieve getallen vermenigvuldigd levert een positief resultaat op. Oké. Dus let op. Hier en hier, dus bij onze twee laatste voorlopen, kom je telkens een positief product. En dan nog de laatste stap. In dit rijtje. Nogmaals plus 4 om de regelmaat te bewaren. Dus dat wil zeggen dat min 3 maal min 4 een positief resultaat oplevert. Dus je hoeft al geen min te gaan noteren. Je doet eigenlijk gewoon 3 maal 4 en dan kom je aan 12. Oké? Dus als je twee negatieve getallen vermenigvuldigt, hoef je niet te kijken naar de mintekens. Je doet gewoon 3 maal 4 en dan kom je aan 12. Dus het product van twee negatieve getallen is ook positief. Dus het is maar één keer dat je een negatief resultaat kan bekomen. Dat is wanneer je een positief en een negatief getal gaat vermenigvuldigen. En dan heb je hier de rekenregels staan. Het staat heel kort genoteerd, maar komt eigenlijk op hetzelfde neer als wat ik hiervoor al vertelde. Een negatief getal vermenigvuldigd met een positief getal levert een negatief resultaat op. Een positief getal vermenigvuldigd met een negatief getal blijft hetzelfde als wat ik hiervoor heb gezegd, is ook een negatief resultaat. Twee negatieve getallen vermenigvuldigd levert dan een positief resultaat op. En twee positieve getallen vermenigvuldigd, daar moet je geen min gaan uitvinden, want die staat er niet, levert natuurlijk ook een positief getal op. Dus dat is wat hier staat, maar in symbolen genoteerd. Een negatief getal maal een positief getal is een negatief resultaat, enzovoort. Okay. Hoe bepaal je het product? Dat is eigenlijk gewoon door je getallen te vermenigvuldigen zoals je gewoon bent. Dus je bepaalt eerst het teken van je product en daarna pas het product zelf. Dus eerst het teken van uw product en daarna het product zelf. Zonder nog te letten op de tekens. Dan heb je hier de voorbeelden. Twee positieve getallen die vermenigvuldigd worden. Die leveren een positief resultaat op. Dus je moet gewoon gaan vermenigvuldigen. En dan kom je hier aan 63. Twee negatieve getallen levert een positief resultaat op. Dus ik hoef ook geen teken te plaatsen. Ik moet gewoon gaan uitrekenen. En als je 17 dan vermenigvuldigt met 3, dan kom je aan 51. 21 maal min 3, een positief en een negatief resultaat. Getal vermenigvuldigd levert een negatief resultaat op. Dus je kan de min al noteren
En dan reken je opnieuw gewoon uit. 21 maal 3 is 63. Voilà, negatief resultaat. Min 17 maal 3, negatief getal maal een positief getal, levert een negatief resultaat op. Dus je mag al een min noteren. En dan reken je gewoon uit, namelijk 51. Min 51 als resultaat. Oké? Dus onthoud goed dit kadertje. Dit zijn de rekenregels die je nodig hebt om twee getallen te vermenigvuldigen. Wat als er nu meer dan twee gehele getallen zijn om te vermenigvuldigen? Goed. Werk uit van links naar rechts en vul de tabel verder aan. Dus wat wil dat zeggen? Je start met min 2 maal 3. Dat wil zeggen, dit stukje levert ons een negatief resultaat op. Dus je kan al de min noteren. Min. En dan 1 maal 3 is 3. En dan moet je nog natuurlijk de rest overtypen, want daar hebben we nog niets mee gedaan. Goed, dan reken je het volgende uit. Min 3 maal 2. Een negatief getal maal een positief getal levert samen een negatief resultaat. Dus de min kan je al noteren. Min 3 maal 2. 3 maal 2 is 6. En dan moet je dat maal 1 doen. En dan is dat de laatste stap om uit te rekenen. En dan kom je hier aan een negatief getal en een positief getal vermenigvuldigd. Levert een negatief resultaat op. 6 maal 1 is 6. Voilà. En dan is dit de uitkomst van uw oefening. Ik ga hier even een beetje veranderen, zodanig dat het op één lijn kan blijven. Alleen maar is dat zeer moeilijk. Voilà. Oké. Dan gaan we verder. De vraag is nu, hoeveel negatieve factoren vind je nu in uw oefening? Dus je gaat naar de start van je oefening en je gaat gaan kijken hoeveel negatieve factoren er staan. Dus min 1, 3, 2 en 1. Hier staat maar één negatieve factor, namelijk min 1. Dus aantal negatieve factoren 1. Ik zal er nog eens bij zetten, namelijk min 1. Dat is onze negatieve factor. Wat is nu het teken van uw product? Ons product is min 6, dus het teken van ons product is min of negatief. Je mag kiezen wat je daar noteert. Dat maakt op zich niet uit. Goed, dan de volgende. Je start hier vooraan. Min 1 maal 3 is min 3. Min 3 maal min 2... Excuseer. Min 1 maal 3 is min 3. Min 3 maal min 2 is 6. 6 maal 1 is 6. Voilà. Van links naar rechts, mensen. Dus min 1 maal 3, negatief, positief, levert samen een negatief resultaat, namelijk min 3. Min 3 maal min 2 is dan een positief resultaat, dus 6. En 6 maal 1 is 6. Hoeveel negatieve factoren? Er zijn twee negatieve factoren. Namelijk min 1 en min 2. Dat zijn de negatieve factoren. Onze uitkomst zelf is positief. Uitrekenen van links naar rechts. Min 1 maal min 3 is 3. 3 maal min 2 is min 6. Min 6 maal 1 blijft min 6. Hoeveel negatieve factoren zijn er hier? 1, 2, 3 negatieve factoren. De negatieve factoren zijn min 1, min 3 en min 2.
Ons resultaat, het product, is negatief. Uitrekenen van links naar rechts. Min 1 maal min 3 is 3. 3 maal min 2 is min 6. Min 6 maal min 1 is opnieuw 6. Hoeveel negatieve factoren zijn er hier? 4. Namelijk allemaal in dit geval. Dus dat wil zeggen, min 1 is negatief, min 3 is negatief, min 2 is negatief en de laatste min 1 is ook negatief. Ons resultaat zelf is positief. De vraag hieronder. Het product is negatief. Dus dat wil zeggen, het gaat over dit kadertje en dit kadertje. Misschien... Ja, voilà. Negatief. Als er een even aantal of een oneven aantal negatieve factoren. Dus we kijken bij de negatieve factoren. Hier heb ik 1 negatieve factor. Een beetje onzichtbaar, ik zal het in het groen zetten. En hier heb ik 3 negatieve factoren. 1 en 3. Zijn dat nu oneven getallen of even getallen? 1 en 3, dat zijn oneven getallen. Dus het product is negatief wanneer het aantal factoren die een min hebben oneven is. Dat wordt straks wel nog duidelijk. Ja. Als je hier kijkt en je telt het aantal mintekens, 1 minteken betekent een negatief resultaat. Als je hier het aantal mintekens stelt, 1, 2. 2 is een even getal. Resultaat is positief. 1, 2, 3 mintekens betekent een negatief resultaat, want 3 is een oneven getal. 1, 2, 3, 4 mintekens. 4 mintekens is een even getal. Een even getal betekent een positief resultaat. Hier vind je nogmaals de rekenregel, wat we daarnet dus effectief hebben gezien. Bepaal het teken met de rekenregel, maar dat is dezelfde rekenregel als daarnet. En dan bereken het product van de absolute waardes van de factoren, van links naar rechts, of door slim samennemen van factoren. Dus dat is handig rekenen. Hier zie je het nog eens. Als je hier het aantal mintekens gaat tellen, 1 minteken... 2 mintekens. Dus dat wil zeggen, als ik dat even korter noteer. 2 mintekens. 2, dat is een even getal. Dus dat wil zeggen, mijn resultaat is positief. Het product is positief. Dat had ik gedacht. Ik ga hier even iets wegnemen. Ja, voilà. Oké. Ik hoop dat dat duidelijk is. Dus als je een even aantal factoren hebt die negatief zijn, dan bekom je een positief resultaat. Heb je een oneven aantal factoren die negatief zijn, dan bekom je een negatief resultaat. Voilà, dit waren de rekenregels in verband met het vermenigvuldigen. Nu gaan we nog even verder met de lettervormen. Daarvoor ga ik even het tekstvak invullen. Invoeren bedoel ik. Alright. Goed, lettervorm is niet zo gemakkelijk. Maar we gaan eens kijken. Dus lettervormen, wat betekent dat? Dat we nu eigenlijk gaan werken met getallen en met letters. Het gaat nog altijd over vermenigvuldigen, dus er zal ergens in die oefeningen een maalteken staan of het zal een vermenigvuldiging zijn. Oké? Goed. Bereken de omtrek van deze figuren met een
optelling. Dat is het eerste wat we moeten doen. Dus het eerste wat we moeten doen is een optelling gaan noteren. De omtrek, dat betekent als ik hier deze figuur neem, deze figuur dat is een regelmatige zeshoek. De omtrek, dat wil zeggen, ik moet deze zijde, de lengte daarvan, gebruiken. En daar moet ik de lengte van deze zijde bij optellen, de lengte van deze zijde daarbij optellen, de lengte van deze zijde, de lengte van deze zijde en de lengte van deze zijde. Dus ik moet eigenlijk al die lengtes die hier voorgesteld staan gaan optellen. Vandaar dat dus P is dus het symbool voor omtrek. Je de zijde van 5 neemt en daarbij de volgende zijde van 5 optelt en daarbij de volgende zijde van 5 optelt en daarbij de volgende zijde van 5 optelt. Nog eens de zijde van 5 optelt en nog eens de zijde van 5 optelt. Nu moeten we hetzelfde doen voor de volgende figuur. Hier hebben we nu in dit geval nogmaals een regelmatige figuur. Regelmatige figuur, dat betekent gewoon dat alle zijden even lang zijn. Dat is een regelmatige figuur. Onze zijde heeft nu geen getal meer, maar een letter. De letter die daarbij hoort is x. En dan moeten we dus die x gebruiken om de omtrek te gaan noteren als, pas op, a is dus als een optelling. Dat is het eerste wat we moeten doen, dat is noteren als een optelling. Dus wat ga je doen voor die omtrek te bepalen? X plus x. Ik ga de x hier even een beetje kleiner maken. Plus x, ik zit aan 4, het is een regelmatige achthoek. 5, 6, 7, 8. Dus dat wil zeggen dat we die x van de zijde gewoon telkens gaan optellen. Alle zijden zijn even lang, het is een regelmatige achthoek. Oké. Volgende figuur. De zijden zijn opnieuw even lang, want ze krijgen allemaal de letter A. En je hebt 5 zijden die even lang zijn. Dat wil dus zeggen dat we die A 5 keer gaan moeten optellen. Dus de eerste zijde, de lengte daarvan opgeteld bij de lengte van de tweede, van de derde, van de vierde, van de vijfde. Dus zo komen we aan de omtrek, geschreven als een optrek. De tweede vraag is, berekenen we de omtrek van deze figuren opnieuw, maar met een vermenigvuldiging. Dus nu, bij de tweede lijn, moeten we het noteren als vermenigvuldiging. Als je hier kijkt, die 5 die komt 6 keer voor. Dus 6 keer 5, of 6 maal 5, en dan kom je aan 30 in totaal. Pas op, met letters kan je niet gaan uitrekenen. Hè? Je weet niet welk getal die letter is, dus je weet eigenlijk niet hoe lang die zijde is. Die zijde kan 2 centimeter zijn, die zijde kan 5 centimeter zijn, die zijde kan 1 meter zijn. Dat weten we niet. We weten alleen dat we er een letter kunnen aan geven en dat al die zijden even lang zijn. Dat is het enige wat we weten. Goed, als we nu gaan kijken naar onze tweede afbeelding, dan hebben we die omtrek al geschreven als een optelling. En dan merken we dat die x 8 keer voorkomt. 8 keer betekent dus 8 keer is maal x. Dus 8 maal x kan je zo schrijven. Nu, het is zo dat er een afspraak is dat we het maalteken mogen weglaten tussen een getal en een letter. Hier heb ik 8 als getal en heb ik x als letter. Daar staat een maal tussen. Die maal die mogen we weglaten. Dus dat wil zeggen dat we het korter kunnen noteren als 8x. Oké? Dus dat geldt niet voor een deling, dat geldt niet voor een optelling, dat geldt niet voor een aftrekking. Dit geldt enkel en alleen voor een vermenigvuldiging. Dus als je iets vermenigvuldigt, dan mag je gewoon die maaltekens gaan weglaten tussen getallen en letters. Oké? Goed. Laatste afbeelding. Daar hadden we een zijde die de letter A heeft gekregen.
Als we nu kijken hoeveel keer die A voorkomt, dan zien we dat die A in totaal 1, 2, 3, 4, 5 keer voorkomt. 5 keer A of 5 maal A. Dit is de omtrek als we vermenigvuldigingen schrijven. En nu moeten we nog de afspraak in ons gedachten houden. En dan kunnen we dit korter noteren als 5a. Dus 5 maal a is hetzelfde als 5a. Je mag het maalteken weglaten. Oké. Ziezo. En dan hebben we drie andere figuren. En de vraag is nu om de oppervlakte van deze figuren te gaan noteren. Goed, die a hier die staat gewoon voor oppervlakte. Dus a is het symbool van oppervlakte. P is het symbool van omtrek. Oké. A, area, misschien voor degenen die in het Engels verder kunnen. Oppervlakte wil zeggen dat we een formule moeten gaan gebruiken. De formule voor de oppervlakte van een rechthoek is lengte maal breedte. Dat wil zeggen dat we hier in totaal, dus dat is verdeeld deze figuur, in 5 hokjes op 1 rij. En hoeveel rijen hebben we? We hebben 4 rijen. Dus dat hokje komt in totaal 5 maal 4. Dus dan komen we aan 20 van die hokjes. Dus de oppervlakte hier is 20. Normaal moet er daar vierkante centimeter, vierkante millimeter, vierkante meter of wat dan ook achter. Nu hebben we geen eenheid, dus we laten het gewoon zo staan. De bedoeling is om hier hetzelfde te doen. Maar wat hier staat, dat zijn geen getallen meer. Dus we kunnen het niet in hokjes gaan verdelen. Want we weten niet hoe groot A is en hoe groot B is. Dus dat wil zeggen, we moeten met de letters aan de slag. Het is dezelfde rechthoek als daarnet. Dus dat wil zeggen, op de plaats van de 5 komt nu A te staan. We moeten nog steeds vermenigvuldigen. Lengte maal breedte in een rechthoek. Dus die A is op de plaats van de 5, maal blijft staan. En dan op plaats van de 4 komt nu de B te staan. Dus dan krijg je A maal B als oppervlakte van deze rechthoek. Dus de oppervlakte staat nu in letters. En dan kan je hier de oppervlakte van, in dit geval is het een driehoek, gaan noteren in letters. Dan moet je natuurlijk weten hoe je aan de oppervlakte van een driehoek komt. Ja. Dat is door de basis. Basis is x in dit geval, te vermenigvuldigen met de hoogte. De hoogte is y in dit geval. En dan het geheel te delen door 2. Dus hoe ziet onze oppervlakte van onze driehoek eruit? Basis is x, maal de hoogte is y. X. En dan moeten we het geheel delen door 2. We kunnen het ook anders noteren. Jullie hebben het al gezien, hoe je namelijk wiskundige zaken kan gaan ingeven. Breuk. Zo. En dan kan je zeggen dat de basis maal de hoogte, in dit geval x maal y, gedeeld door 2, hetzelfde is als de oppervlakte van een driehoek. Dus dan kan je die oppervlakte ook zo gaan noteren. Voilà. Ja, dus, maar als je die zo noteert, dan is dat zeker goed en voldoende. Voilà. Oké. Okay. De letters A, B, X en Y, wat we dus hier in deze laatste oefening gezien hebben, noem je variabelen of veranderlijken. We gaan nogal veel het woord variabelen gebruiken. Variabelen. Je hoort daar een beetje het woordje variatieën, veranderlijken, veranderen. Dus dat betekent dat dat eigenlijk zaken zijn die kunnen veranderen van waarde. Dus voor om het even welke rechthoek, kan je altijd die formule gebruiken. A maal B. Die A kan dan bijvoorbeeld 5 zijn, die B kan 2 zijn, die A kan 27 zijn, die B kan 3,4 zijn of wat dan ook. Oké. Okay.
Dus dat wil zeggen dat die eigenlijk kunnen veranderen. Dus de letters, dat zijn getallen, maar dat kunnen alle getallen zijn. Maar je maakt eigenlijk een algemene formule met je letters. Oké? Voilà. En dan heb je hier nog eens een aantal begrippen en afspraken. Een lettervorm, dus wat we nu al eigenlijk de hele tijd gezien hebben, is een uitdrukking waarin letters, pas op, en ook getallen voorkomen. Maar er moeten natuurlijk wel sowieso letters in voorkomen. Als er geen letters in voorkomen, dan heb je geen lettervorm. Dan heb je gewoon een getal. Hier heb je een aantal voorbeelden van lettervormen. Voilà. Het cijfergedeelte, of het gedeelte waar dat dus de getallen in staan, dat noemen we de coëfficiënt. Dat woord moet je kennen, want dat gaan we redelijk vaak gebruiken. Je gaat dat ook in het tweede jaar opnieuw nodig hebben. En het lettergedeelte, dat is niet moeilijk, dat is het deel waar de letters in staan. Zoals als je dit als voorbeeldje neemt, dan is min 5 de coëfficiënt. En dan is C uw lettergedeelte. Oké, okay. Nou, ik zal anders daar eens beeldjes bij plaatsen. Dus dan is min 5 de coëfficiënt. En dan is C het lettergedeelte. Voilà. En dan een aantal afspraken. Dat zijn er al een paar die ik daarnet heb gezegd. Maar als je zo'n lettervorm moet gaan noteren, dan zijn er een aantal afspraken. Nu, het is niet de bedoeling dat jullie die in principe al volledig correct kunnen naleven. Maar als jullie dat doen, dan zal dat gemakkelijker zijn voor jullie in het tweede jaar, want je zal dat heel vaak gebruiken, die letters, dus die lettervormen. Dus de bedoeling is om eerst uw cijfergedeelte, dus de coëfficiënt, te noteren en daarna pas het lettergedeelte. Oké, okay. Stel het cijfergedeelte is 1, dat kan, dan mag die 1 weggelaten worden. Dus met andere woorden, als er geen getal staat in uw lettervorm, dan is dat getalletje 1. Of min 1, dat kan ook natuurlijk. Het maalteken mag weg, waar het kan. En wanneer mag dat weg? Ofwel tussen twee letters mag dat weg. Dus A maal B kan je eigenlijk korter noteren als AB. Ofwel tussen een getal en een letter. Zoals daarnet bij de eerste oefening. 8 maal X, een getal en een letter, wordt 8X. Hier heb je twee letters. Dus ik zou eigenlijk kunnen noteren dat A maal B gelijk is aan AB. Dat is korter geschreven. X maal Y mag ik noteren als XY. Dus dan mag dat maalteken weg. De letter zelf, die moet je eigenlijk in alfabetische volgorde gaan noteren. Dus als je de letter B, A en C hebt, dan moet je daar het volgende van maken. A, B, C. Dus in alfabetische volgorde. Het zijn een aantal afspraken, dat lijkt veel. Maar eigenlijk gaat dat redelijk vlot eens je die afspraken een beetje kent. En dan is dat ook logisch dat iedereen hetzelfde doet. Dus eerst uw coëfficiënt noteren. Dan uw lettergedeelte in alfabetische volgorde. De maaltekens die mogen weg tussen de letters. En ook tussen het cijfergedeelte en het lettergedeelte. Stel dat je een negatieve lettervorm hebt, zoals hier, onze min 5x... Dan noteer je eerst uw minteken, dan uw cijfergedeelte en dan het lettergedeelte. Dus let goed op wat je daarmee precies gaat doen. Hè. Die volgorde en de maaltekens die mogen weg. 1 noteer je niet. Dus als ik dat nog eens een beetje verder moet uitleggen. Bijvoorbeeld, ik heb als lettergedeelte 1m. Dan schrijf je dat niet. Ja, dat is misschien een stom voorbeeld. Ik zal 1H gebruiken. Dan schrijf je dat als H. En dan moet jij zelf weten dat dat over 1 keer H gaat. Ja, dus dat is eigenlijk een vermenigvuldiging van 1 maal H. Of, stel dat het een negatief getal is, namelijk min 1. Min 1 bijvoorbeeld I.
dan schrijf je dat als... De min moeten we natuurlijk wel behouden. Die mag niet gewoon verdwijnen. Want het gaat over een negatief getal. Dan schrijf je min. De 1 zelf mag je weglaten. Dus dat wordt 1. Min i, pardon. Oké? Dus eigenlijk staat er daar min 1 maal i. Maar we schrijven dat veel korter. Min i. Aan jou om te weten dat het over het negatieve getalletje min 1 gaat. Voilà. En dan zijn we klaar met het eerste deeltje vermenigvuldigen van gehele getallen.